Lars, waar staan we vanavond? Ja, bij Geek. Geek is een vrijwilliger bij VUSB. Doet alles voor de club. Ik denk dat als iedereen iets nodig heeft of er moet dat geregeld worden, dan gaan ze allemaal naar Geek toe. En Geek is vorige week opgenomen in het ziekenhuis en daardoor met een infectie. En daardoor willen wij hem hard onder de riem steken. En om met z'n allen vandaag voor zijn deur te staan, want hij is van het weekend thuis gekomen. En hebben samen met de Bavonen en de selectie hard onder de riem gestoken. Wat betekent Geek nou voor jullie als selectie? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen in een paar korte woorden. Alleen, wat ik al vertelde, hij doet eigenlijk echt alles bij de club. Dus al hebben we ballen nodig, al hebben we hesjes nodig, maakt niet uit wat we nodig hebben. Hij regelt eigenlijk alles. En wat doet hij niet? Hoe mooi is het om dit samen met Bavonen te kunnen doen? Ja, zeker. Zeker in deze tijd kijk ik er weer naar uit om dit met z'n allen te doen. En met z'n allen weer een positieve vibe te krijgen. En dat is de eerste stap weer naar de rest van het seizoen.